Ali B. is nu een persona non grata, maar tot een aantal jaar geleden was dat heel anders. Oud-sportpresentator Harry Vermegen vertelt in een video op zijn analysekanaal dat SBS6 hem in 2010 opdroeg om samen met de rapper een liedje op te nemen, voor het WK voetbal in dat jaar. Hij had er eigenlijk geen zin in, maar liet zich overhalen. Het was een grote vergissing, al dus Harry. Ik op naar Almere, naar Ali B. Het was natuurlijk mijn programma. Ik ging ongeveer aangeven wat ik dacht dat er zou moeten gebeuren in mijn programma Harry van Oranje. We zijn aan het opnemen en ik zeg tegen hem: Als jij nou daar komt aanlopen en je doet dit en je zegt dat, dan zeg ik dit en dat en dan gaan we zo verder en dan bouwen we het verhaaltje op naar dat liedje van ons. En toen, Harry, hij had een soort van entourage bij zich en hij kijkt die jongens allemaal aan en hij zegt: Horen jullie dat? Hahaha, ha, ha, ha. hij gaat mij vertellen wat ik moet doen. En hij gaat me ook nog vertellen wat ik moet zeggen. Hahaha. Ha, ha, ha. En die gasten allemaal meelagen. En hij werd me daar een potje hatelijk en een potje vervelend, die alibi. Nou zeg, daar lusten de honden geen brood van. Ik weet dus uit de eerste hand gewoon hoe hij in zichzelf is gaan geloven en wat voor een ego hij heeft en het was zo erg. Ik weet niet precies meer wat hij allemaal zei, maar het was niet te harde vrienden. Telegraafverslaggever Jordi Versteegde heeft gemengde gevoelens bij dit verhaal. Ik denk nu wel, moeten we alles op één hoop gaan gooien? Er is wel verschil tussen strafbaar gedrag en wat Harry dan heeft meegemaakt, zegt hij in de podcast strikt privé. En privébaas Evert Santegoed, ach, Harry. Harry was ook helemaal niet leuk tegen heel veel mensen. Daarom zit hij nu ook op een ver eiland en hebben nog maar heel weinig mensen contact met hem. Harry moet daar lekker blijven zitten. Het is wel klaar met Harry.